de COVID-afstand houden. Dus iedereen wordt geacht 1,5 meter van elkaar te zitten. Ik denk dat dat vandaag wel lukt. Microfoontjes uit. We zouden het echt super fijn vinden als er ook wat camera's aangaat. Tenzij je een belletje krijgt of iets anders. Dan zou ik hem even uitdoen, want dan ziet iedereen dat je aan het bellen bent en dergelijke. Maar dat geeft allemaal niet. Kijk, het is al heel lastig om op afstand met een webinar interactie met elkaar te krijgen. En allerlei gezichten. En als iemand dan een presentatie doet en u weet, het zijn allemaal leuke opmerkingen worden er straks gemaakt door deze en gene. En u begint er een beetje om te schudden en te lachen. Dat bemoedigt hè, de heren om het een en ander te doen. Waarom houden wij een dijkmonitoring, zo doe je dat webinar, achter iets? We hadden dit eigenlijk allemaal gepland als voorkennisdag in Burgerzoek begin maart. Hè, dan hebben we vaak een combinatie van 2 dagen van PIW samen met vaak het netwerk dijkmonitoring of iets anders. Om 2 dagen in Burgerzoek elkaar live te zien, ook een netwerkevent te worden. Nou, u weet allemaal dat er iets tussen gekomen is. We zijn eigenlijk overgeschakeld naar een hele serie van PIW-kennisdagen of webinars zijn dat geworden in het najaar. We hebben het gehad over plaagsoorten, we hebben het gehad over dieren, we hebben het over gehad over risicogestuurd BN-onderhoud, we hebben het gehad over droogte. Maar we hebben er ook nog een tweetal over dijkmonitoring. Nou, ik denk dat we proberen vandaag heel erg aan de hand van een casus, en dat is al bij Schieland een Krimpenwaardheid, neer te zetten. En voor die tijd krijgen jullie allemaal 2 stichtelijke presentaties. Eentje door Martin van der Meer en eentje door André Koelewijn, die ons even meenemen in de theorie van dijkmonitoring, maar ook gewoon wat je ermee kan. Maar de pièce de résistance, dat zit dus in de casus van de Nijverheidsstraat bij Schieland. En om het een beetje leuk te houden, interactief te houden, is het idee dat we een beetje speels afwisselen. Dus dat eerst Martin van der Meer u in 2 sheets meeneemt. En die 2 sheets zouden iets meer kunnen zijn omdat ze opgebouwd worden. Dan wordt de casus Nijverheidsstraat geïntroduceerd. Dan kunt u in dat even meditatief moment. Dan komt André Koelewijn die weer even meeneemt in de theorie. En dan werken we verder samen met jullie de Keizer Nijverheidsstraat uit. Hey, want het netwerk dijkmonitoring komt eigenlijk uit de wereld van Eikdijk Flood Control. Het is een spin-off ervan. Het is ook niet SEC bedrijfsleven. Er zit volgens mij, wij zitten er ook in. Er zitten inderdaad Kennisinstituut, Arcadis doet mee. Voor mij doet Totalis ook mee. Dus er zitten en ook andere bedrijfsleven. Dus het is in feite een soort bredere, ja, het is bijna een soort filosofie om monitoring salonveeg te maken. En eigenlijk is ook een ENW-advies gekomen van Stefan Arnikoff, dat is ook door ENW, dat we weer moeten gaan monitoren. Het zit ook eigenlijk in het hele beoordelingsmikmak. Maar vervolgens zien we dat het toch lastig is om dat te doen. Dus wat we nu gaan doen is uitlichten hoe monitoring je kan helpen. En daar is dat netwerk dijkmonitoring voor de drijvende kracht. Dus ik denk na deze stichtelijke woorden en u hopelijk meegenomen te hebben van waarom we dit doen. En we geloven erin, maar het biedt ook de beheerders ontzettende kansen. Gaat Martin van der Meer eerst eventjes met u doornemen wat dijkmonitoring exact is. Martin, mag ik jou het woord geven? Ja, Ludolf, dat mag. Het heet een masterclass, zag ik net, maar zo bijzonder is het ook weer niet. Want monitoring is natuurlijk geen doel, maar een middel, hè? Zoals we allemaal weten, maar wel een handig middel. En we hebben ondertussen toch wel 10 jaar ervaring opgedaan met hoe je het zo effectief mogelijk inzet, zonder dat het overdreven hoeft te worden. Ik heb slechts 2 sheets, dus aan mij zal het niet liggen. En ik mag zelf ook niet op de knopjes drukken, dat doet Jasper, dus ze vertrouwen hem ook al niet. Maar ik heb er 2. Het eerste is, dijkmonitoring is iets wat je ook als een soort instapmodel kunt zien. Iedere beheerder heeft wel een moment of een project of een gelegenheid waardoor je gaat denken van nou, volgens mij is monitoring hier wel handig. En onze observatie is dat ook eigenlijk dat de beste manier is om het op te bouwen.
Monitoring kenmerkt zich door iets wat steeds verandert in de tijd. Hè? Je meet niet alleen tijdreeksen die veranderen in de tijd, omdat alles verandert in de tijd, maar ook je monitoring systeem verandert in de tijd. Dus je kunt prima klein beginnen en dat langzaam opbouwen en in de tijd veranderen. En ook de tijd nemen om daar kennis en ervaring mee op te doen en het zo te tweaken dat het op jouw situatie past. Als je er zo naar kijkt, hè, in dit plaatje, dan zie je eigenlijk een grote pijl. Ik heb altijd geleerd, als je een sheet maakt, moet altijd een pijl op. Dus nou ja, daar begin ik altijd mee. En natuurlijk heb je altijd te maken met een definitiefase, een voorbereidingsfase. En dan ga je het gebruiken en dan draag je hem weer over. Maar eigenlijk is die overdracht weer een definitiefase voor het volgende doel. En in elke fase draait altijd nog gewoon de plan, do, check, act logica. Hè? Dus zowel in de voorbereidingsfase als in de gebruiksfase stel je ook bij en check je. Dus er is geen enkele reden om heel lang te blijven vergaderen en na te denken over een megalomaan systeem. Je kunt veel beter op tijd beginnen en klein beginnen dan steeds gaan nadenken over hoe het nog groter kan worden en steeds uitstellen. De grootste fout van monitoring is te laat beginnen. Geen nulmeting hebben. Nou mag Jasper op een knopje drukken. Kijk, we hebben al wat. Het gaat natuurlijk, maar ja, dat is gebruikelijk, om een systeemanalyse waar je doelen uithaalt. Waardoor je begrijpt van gegeven het doel wat de parameters zijn die je wil meten. En hoe je dat dan ook vervolgens wil gebruiken. En de normale vragen spelen hier een rol. Het waarom? Nou ja, het gaat meestal om of het voorkomen of beheersen van dijkfalen. Zodat je tijdig maatregelen kan treffen als nodig is. Of het optimaliseren van dijkwerkzaamheden. Ofwel door een betere toetsing, wat nu beoordelen heet. Ofwel door een slimmer ontwerp. En natuurlijk ook het beheersen van de uitvoeringssituatie. Dat wordt vaak vergeten. Hè? We maken boekjes voor dijken toetsen en ontwerpen, maar niet voor dijken bouwen. Dat vinden we blijkbaar niet zo moeilijk. Maar ik kan je verzekeren dat er in een bouwproces veel mis kan gaan. Nou, het wat heeft te maken met kennis van niet alleen de mechanismen, maar ook van het bouwproces of allerlei andere onvoorziene gebeurtenissen die er spelen. Nou ja, jullie weten net zo goed als ik dat alles wat in de som zit, maar de helft is van alles wat er speelt. Hè? En ja, het waar, ja, daar heb je denk ik ook heel erg de kennis en kunde van de beheerder zelf nodig. Want die weet vaak als geen ander waar het spek begint te stinken. En dan vervolgens de timing wanneer. Ja, ik zou zeggen zo snel mogelijk, begin maar klein. In plaats van dat je gaat wachten. En uiteraard in nauw overleg. Dan mag er nog een knopje. Het gaat uiteindelijk, doe de volgende ook alvast maar. Het gaat uiteindelijk om een plan maken. De eisen en wensen, sensorselectie, installatie en nulmeting. Die nulmeting, hè? Ja, wacht daar niet mee. En als je het eenmaal hebt neergezet, valideren, werkt het. Dus heb je ook tijd voor nodig. Kijken of de beschikbaarheid van informatie op orde is. Dat mensen op tijd dingen krijgen. En flexibiliteit, omdat je moet nadenken over van ja, kan ik bijplaatsen, kan ik verplaatsen, kan ik dingen anders inzetten, kan ik de meetfrequentie veranderen, omdat onderweg wel eens de inzichten veranderen. Het laatste knopje denk ik van deze, daar zijn we hier door. Hè? En dan als je dan op een gegeven moment voor je eerste doel klaar bent, wat het doel ook is, hè, dan heb je onderweg ook het systeem al beter ingeregeld, snap je ook beter de dijk waar je spullen in staan. En kun je het efficiënter omzetten naar een monitoring systeem voor het tweede doel. In die zin zie ik een monitoring systeem een beetje als risk spelen. Als je een landje wil veroveren, dan kom je met veel legertjes aan. En als je klaar bent, dan ga je weer weg met de meeste. Maar je laat er een paar achter, hè, om de zaak te bewaken. Nou, dat zou je zo ook kunnen doen. Dit was mijn eerste sheet. Dus dan gaan we door. Even nog even een Martin. Systeem. Maar heel even, ja? Was ik even vergeten te zeggen, Martin geeft ons een hoop interessante informatie. Dus mocht iemand van jullie daar vragen over hebben, zet ze even in de chat. Dan kunnen we na afloop van Martins verhaal daar even gewoon gericht Martin mee bestoken. Oh, dank u wel. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een systeemanalyse. Hè? Waarom wil ik meten? Wat wil ik weten? En waar wil ik meten? En hoe zit dat dan?
Nou, heb ik weer een plaatje met een pijl gemaakt natuurlijk. Dat zal je niet verbazen. Je begint natuurlijk met het systeem begrijpen en het systeem gedrag. En het systeem begrijpen is, ja, de ene dijk is de ander niet. Ook de ligging bepaalt natuurlijk veel en de geometrie. Maar ook de gegevens die je hebt, hè, over de dijkopbouw en ondergrond. Eigenlijk is het gewoon, ken uw kering. Maar ook, begrijp wat uw kering doet. En dan kom je op het systeem gedrag. En het systeem gedrag, ja, dat ligt natuurlijk bij de beheerder. En wat je in de geschiedenis gezien hebt. Dus heb je bijvoorbeeld je inspectieresultaten beschikbaar en op orde? Heb je een incidentenrapportage? Weet je wat je geleerd en afgeleerd hebt? Waar is alles gemonitord? Wat voor observaties heb je? Wat zijn de bijzondere omstandigheden? Kortom, het normale werk van de beheerder. Daar zit het woord monitoring nog niet in. Maar goed, als je natuurlijk de belangrijkste onderdelen en functies zou willen weten, dan moet je daar een analyse op doen. Dan kom je op de tweede pijl. Dan doe je feitelijk een systeemanalyse. Dus dan ga je nadenken over hoe zit mijn systeem in elkaar? Wat zijn de hoofdsystemen? Wat zijn de deelsystemen? Wat zijn de belangrijkste onderdelen? En wat zijn de belangrijkste functies? En op de achtergrond daarvan, ja, risicoanalyse is eigenlijk een moeilijk woord van, ja, waar lig je soms wakker van? Waar maak je je zorgen over? Op basis van wat je alles gezien hebt. Wat zijn ongewenste gebeurtenissen? Hoe klassificeer ik? Welke risico's zijn draagbaar, welke niet? Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn en het gevolg? Dus eigenlijk doe je in feite een risicoanalyse zoals we dat altijd doen in projecten. En dan in de derde pijl, daar komt monitoring pas. Hè? Ja, oké, zouden we dan ook wat kunnen monitoren? Is dat handig? Wat zijn dan de fysische mechanismen die spelen? En welke parameters spelen daar een rol? En welke daarvan zou ik kunnen meten? Want sommige kun je helemaal niet meten. En wat is de kans dat ik ze ga meten in een bepaalde periode? Want ja, als ze alleen maar gemeten kunnen worden in omstandigheden die niet optreden, hè, dan ben ik er ook niet. En dan neem je een besluit om met reden te gaan monitoren. Dus eigenlijk is het altijd hetzelfde. Systeemanalyse in het midden, risicoanalyse, daar draait het om. Om dat te kunnen doen moet je systeem begrijpen. En vervolgens is monitoring één van de mogelijke oplossingen om je risico te beheersen. Meer niet. Het doen van die systeemanalyse is natuurlijk geen bureaucratische actie. De mensen die je betrekt bij die systeemanalyse bepalen de kwaliteit daarvan. Dus het gezelschap wat gaat nadenken over de risico's, dat zou wel fijn zijn als daar ook de mensen bij zitten die weten wat er met die dijk aan de hand is en wat er alles is gebeurd. Dus niet alleen de theoretici. En ik heb het plaatje ook bewust in het veld gezet. Want soms heb ik wel eens het idee dat al die rapporten geschreven zijn, terwijl ik me soms wel eens afvraag, heeft er iemand wel buiten gekeken? Want dan ga je veel zien. Als je dan op het volgende knopje drukt, dan zie je eigenlijk dat het gaat om systeeminformatie. Dus je moet de informatie vastleggen, zodat je weet wat je waar hebt. En eigenlijk komt het altijd op drie simpele dingen neer. Hè. Kan ik het op een kaartje tekenen? Kan ik het in een dwarsprofiel tekenen? En kan ik het in een tijdlijntje zetten? Zowel de informatie, mijn systeeminformatie, mijn gedragsinformatie, maar ook mijn risico's. Waar zitten ze? Waar spelen ze af? Teken het alsjeblieft op een kaart, op een dwarsprofiel en op een grafiekje in de tijd. Ook je historische informatie. Eigenlijk ben je nog niks anders aan het doen dan wat je al weet opschrijven. En als je dan vervolgens naar monitoring wil, dan komen we op het laatste knopje en dan ben ik klaar. Daar zijn best wel veel hulptabellen voor bedacht. Hoe je dat efficiënt kunt doen. De meest belangrijke, die staan hier, maar er zijn er nog meer. Om te beginnen, je moet de relatie vastleggen tussen de faaloorzaak, de ongewenste gebeurtenis, of hoe je hem ook wil noemen. En dan graag ook netjes opschrijven zoals we dat geleerd hebben op school. Hè? Een ongewenste gebeurtenis hoort een oorzaak bij en een gevolg. En de koppeling met meetbare parameters. Vervolgens
de vraag van oké, welke meettechnieken zijn er beschikbaar om welke parameters efficiënt te meten? Wat zijn mijn keuzes? Nou, daar is ook al een overzicht voor gemaakt. Wat is dan een keuzetabel om dat te gaan uitzoeken, hè, wat ik wil doen? En de laatste is de controlematrix. Als ik een monitoringsplan gemaakt heb, op welke aspecten zou ik even moeten checken of ik toch een belangrijk iets niet over het hoofd gezien heb? Ook daar zijn instrumenten voor. Kortom, er is best veel beschikbaar. Er is ook best veel ervaring. Er wordt ook veel gemonitord. Overal en nergens. De logica is ook goed voorhanden. Als jullie dit nog eens terug zouden willen lezen. Ik mocht dit in opdracht van Henk van Hemert van Rijkswaterstaat een keertje netjes opschrijven. Met hulp van Joost van der Schrier van RADAV. Dat rapportje is in concept klaar. En daar staat dit hele betoog nog eens netjes uitgeschreven in. En dat lijkt me wel aardig om te hebben. Om nog eens rustig na te lezen. Dat gaat heten basisopzet dijkmonitoring. En ik verwacht dat dat over een maandje wel definitief is. Dus hier wilde ik het bij laten. En het vervolg, hè? André gaat uitleggen hoe het echt moet. Dus dan, dat is stap 2. Ja, dus het helpt denk ik, Martin. Ik geloof dat het henk.van.hemert@rws.nl is. Als jullie hem allemaal een mailtje sturen dat jullie dat rapport willen hebben, dan gaat hij eindeloos blij worden, denk ik. Toch? Ja, precies. Dan gaan we het afmaken. Ja, gaan we het afmaken. Is er iemand die een verduidelijkende vraag aan Martin heeft, zeg maar? Want ik moet zeggen, een compliment aan Martin. Je zit ruim binnen de tijd. Dus dat gaat helemaal goed. Dat ben je niet zo gewend, hè? Nee, ik had inderdaad verwacht. We hadden al in de voorbespreking al het verhaal van wat is het verschil tussen Martin en een trolleybus. En dan zegt de trolleybus tropt als de draad op is, weet je wel. Maar in dit geval duidelijk niet. Mijn compliment. Maar is er iemand die het een informatieve vraag aan Martin heeft? Dan zou ik het fijn vinden als je je hand opsteekt. Dan niet. Bernadette, vind jij dat? Heb jij het idee dat jij op Martin nog een verduidelijkende vraag zou willen stellen? Nou, ik heb in het verleden gewerkt aan monitoring van de Grebbedijk. En toen zijn we ook klein begonnen bij de Grebbedijk. Daarna is dat ook heel mooi uitgebouwd. Dus ik vind de Grebbedijk wel een leuk voorbeeld. Oké, top. Dennis Koster, heb jij nog een, dat je zegt van, goh, uit mijn dagelijkse praktijk kom ik iets leuks tegen? Nee, in dit stadium nog even zo geen aanvullingen. Heel druk bezig met de dijkversterking. En dan doen we heel veel aan monitoring. En de uitdaging zit om dat door te zetten in de toekomst. En de grootste uitdaging zit om voldoende tijd te hebben om het hele verhaal te implementeren bij ons in het dagelijks werk. Oké. Heel mooi. Dan, ik word aan Jasper aan herinneren dat we nog een leuke Mentimeter vraag hebben. En daarna ga ik Petra en Leontien nog even vriendelijk vragen. Dus dan kunnen ze zich helemaal voorbereiden op het een en ander. Oké. Jullie zien de Mentimeter. Volgens mij is het ondertussen gesneden koek voor iedereen. Maar ik zal het nog een keer uitleggen. Menti.com moet je even intypen of een appje daarvoor. En daar hoort de code bij 21529 75. Die staan er op. Die staat ook op de sheet. En dan staat er een leuke vraag bij. Welk van de vier in de figuur vermelde hulpmiddelen ken je? Nou, dan lees ik hem al niet meer met mijn bril op. Maar dat geeft niet. Dan moet ik hem even groter zetten. En Jasper, kan jij al zien hoeveel mensen ongeveer gereageerd hebben? Ik heb gereageerd, maar ik zie nog niet. Nee, Jasper heeft nog het andere scherm op, volgens mij. Jasper, kan je even naar de uitkomstenscherm overvliegen? Als het goed is, moeten de uitkomsten hier ook tevoorschijn komen.
Misschien een domme vraag, Ludolf, maar als je geen van vieren kent, wat doe je dan? Dan vul je lekker niks in, denk ik. Oké, dus je gaat een score krijgen die niet compleet is. Ja. Ik vul niks in dan. Okay. Ja. Goeie vraag, Bert. Nou, Jasper, je laat ons wel in spanning houden, zeg maar. Ja, of dit is het antwoord natuurlijk. Dat kan. Nee. Ik krijg wel iets over kerstbomen, maar die zal wel niet... Refresh. Ja. Nou, dan ga ik even in de tussentijd, terwijl Jasper bezig is, ga ik eerst even Leontien vragen. Leontien? Ja. Oh. Jij bent een collega van Tom Mulder, die zo dadelijk, Tom den Oude, die zo dadelijk toelichting gaat over Schieland en de Krimpen en maar waar. Ja. Kan jij mij even uitleggen waarom jij graag de waarom jullie van de Schieland Krimpen en waar meten en monitoren zo belangrijk vinden? Omdat je wat eigenlijk net al verteld werd, dat helpt heel erg in allerlei manieren, zeg maar. Je hebt sowieso in je beheer. Het is gewoon het kennisvergaren waarmee je andere dingen voorkomt, kort gezegd. Dus hoe meer je weet, hoe minder je hoeft te doen soms. En dat is, of soms wel, maar je weet gewoon veel beter waar je aan toe bent. Je kan veel beter prioriteren, je kan veel beter programmeren. Dus in die zin zijn wij gewoon voorstander van meten en monitoren. Dus dat helpt sowieso bij beheer en onderhoud, maar ook richting beoordeling. En versterkingen. Versterking ook. Ja. En richting calamiteiten. Ook. Ja? Het helpt in zijn geheel gewoon, je weet veel meer over je waterkeringen. En dan weet je daardoor ook waar je het eerst moet inzetten op wat dan ook. Oké. Okay. Nou, prioriteren, programmeren. Daar zien wij gewoon heel veel voordelen van meten en monitoren. En jouw organisatie, is die ook bereid om daar veel, want dat kost het dus ook geld en capaciteit, denk ik, hè? Om dat gerealiseerd te krijgen. Krijg je daar ook de middelen voor als organisatie? Mondjesmaat. Het begint steeds meer het besef te ontstaan. Vaak zie je dat het eerst vooral voortkwam uit investeringen. Dus dat dan werd de beoordelingsronde weer gestart en werd er een hoop vrijgemaakt. En je ziet nu wel het besef ontstaan dat het ook helpt om tussentijds of doorlopend eigenlijk veel meer te meten en te monitoren. Dus het begint te ontstaan, dat besef. Oké, top. En zouden wij vanuit het netwerk Dijkmonitoring of vanuit de WWK of van allerlei clubs daar nog meer gewicht op moeten zetten om dat meten en monitoring een stap verder te krijgen nog? Of, wat of helpt is gewoon aansprekende voorbeelden. Het zijn noodzaak aantonen. Dus ja. De inzet zou kunnen blijken uit gewoon dat je ziet wat het oplevert. Het nut en noodzaak, als je dat weet duidelijk te maken, dan zijn mensen eerder overtuigd. En het hoeft niet hoogdravend heel veel te zijn. Maar als je met een kostenbatenanalyse dus inderdaad kan laten zien van het helpt gewoon om altijd te blijven meten en monitoren. En soms te investeren in monitoringssystemen bij dijkversterkingen, terwijl je dan eigenlijk al andere maatregelen neemt. Maar dat je dan vooruit kijkt en dat het dan op termijn oplevert. Dus de hele kostenbatenanalyse en nut en noodzaak aantonen, al is het kleinschalig, kan al helpen. Nou, dat is mooi. Dat pakken we op. Oké, dank je ervoor. Petra, jij bent Petra Goeze, moet ik even zeggen. Jij zit trekker van het eerste uur van het kennis- en kundeplatform en een fanatiek pleitbezorgster van het meten en monitoringen daarbinnen. Toch? Jazeker. Hoe kijk jij nou tegen wat Martin ons stichtelijk meegegeven heeft? Nou, dat die nulmeting herken ik wel inderdaad. We hebben dat bij een aantal projecten ook geprobeerd snel op te zetten. En dan kom je, wij gingen rollenbollen over allerlei administratieve rompslomp en schuttingjes die intern en extern staan. En daarmee vergeten we bijna dat we normaal nu moeten gaan meten, anders zijn we straks nog te laat ook. Het is ook wel heel herkenbaar. Maar een aantal van die tabellen kende ik niet. Dus ik heb al meteen Henk gemaild van... Ja. Ik wil dat potje wel. Ja, heel goed. Ik zou zeggen, dus als er nog meer mensen zijn, ik zou zeggen, daag hem uit. Hij wordt helemaal blij van jullie mails. Dus dan zeggen vooral bij dat ik het hem gevraagd heb. Dan krijgen we helemaal een leuk spelletje. Maar dat geeft niet.
Dan wil ik, de Mentimeter heeft een klein technisch probleem, dus helaas Bart, jouw feit dat je nergens een keuze op gemaakt hebt, kunnen wij niet tot uiting laten komen. Sorry daarvoor, we zullen dat de volgende keer beter doen. Alles is ter lering en de vermaak en ter verbetering. Dus, Jasper, mag ik jou vragen om de presentatie van Tom den Oude op te zetten? En Tom is een medewerker bij Schieland en de Krimpener Waard. En die gaat ons geheel meenemen in een case waar we allemaal hunkerend op zitten te wachten. Hoe ga je nou monitoren in de praktijk? En dat doet hij aan de hand van de case Nijverheidsstraat. Jasper, kan je de sheets optoveren? En Tom, mag ik jou vragen jouw microfoon open te gooien? Ja. En succes. Ja, dankjewel. Ja, mij is eer inderdaad om jullie mee te nemen in een... lastig stukje dijk of interessant stukje dijk. Hè? Ligt maar net aan met wie je praat. Op dit stuk van een traject kunnen we dus niet goedkeuren, maar we kunnen ook niet echt hard afkeuren. Ondanks dat er nadere analyses geweest zijn. En zodoende hadden wij een mooie kans gezien om dus monitoring tot aan de volgende beoordelingsronde in te gaan zetten. Mag ik de volgende sheet, alsjeblieft? Nijverheidsstraat, als je nog een keer klikt, dan zien we daar een rood cirkeltje om 14.2, want dat is het normtraject waar het om gaat, waar we in zitten. Als je op het plaatje linksboven kijkt, een oude situatietekening van hoe het vroeger was. En rechtsonder is de situatie zoals het nu is. Zoals je ziet, een uitloper van de Hollandse IJssel richting de Nieuwe Maas. Capelle aan IJssel aan die kant. Met de stormpolder aan de overkant. Mag ik de volgende? En hier zien we dan vanaf de kruin van de dijk linksboven naar beneden. Dan zien we een foto van naar het achterland. En rechtsonder zie je dan dus vanaf de kruin naar de rivier. En als je goed kijkt, helemaal verderop, zie je dan de stormvloedkering van de Hollandse IJssel liggen. En dan volgende. En weer een plaatje. En dit dan is dan vanuit de teen van de dijk. Zoals je ziet, mooi ecologisch stukje gras daar. Af en toe wat rijsporen. Eigenlijk weinig bijzonderheden. De volgende. Ik ga er snel doorheen. En dan weer eentje vanaf de kruin. Kijk, linksboven kijk je richting het achterland. En rechtsonder is het een stukje voorland wat aan de buitenkant eigenlijk van de dijk ligt. Maar een groot deel is eigenlijk een schaardijk. En dan de volgende. En dan nog een keer klikken alsjeblieft. Ja, 14.2 dus, zoals ik net zei. Flink hoge norm, 1 op 100.000 per jaar. Als je nog een keer klikt, Jasper, dan zien we dat in beeld. Ja. En als je nog een keer klikt, dan zien we dat dat af en toe best wel eens voor hoge faaleisen kan leiden. Voor deelmechanismes. Daar kan je dan af en toe ook wel tegenaan lopen, zeg maar. En dan de volgende graag. Goed, hier nog een keer een plaatje vanaf de bovenkant. Grootste deel dus schaardijk en een stukje verderop waar die bocht begint eigenlijk onderin. Daar heb je dus een flink stuk voorland liggen. En dan de volgende alsjeblieft. Nou, hier een aantal dwarsprofielen. Wat we hier eigenlijk zien is het stuk van het schaardijk. Linksonder zie je dus dat de waterbodem ongeveer op min 8 ligt en de kruin van de dijk op plus 6. Een slootje die best wel tot best wel diep komt. Vervolgens ook aan de rechterkant zie je dus dat er een achterland is dat best wel diep is. Dat is dus eigenlijk de situatie ter plaatse. En dan de volgende alsjeblieft. Qua opbouw van de dijk is het voornamelijk, het begin is van klei. Vervolgens zie je dan, dit is dus echt de dwarsdoorsnede. Dus dan als je de dijk doormidden zou zagen met haaks op de dijk eigenlijk, dan krijg je dit plaatje te zien.
Dus eerst klei, vervolgens klei met zandlaagjes en zand met kleilaagjes. Nou, daaronderin, niet zo heel diep, ligt dan het zand. Dan de volgende alsjeblieft. Ja, waar we dan dus in het vorige plaatje dwarsdoorsneden hadden, hebben we hier eigenlijk een langsdoorsneden. Dus je moet je voorstellen dat je aan de teen van de dijk eigenlijk parallel aan de dijk gaat. En dat hier met sonderingen en boringen bepaald is wat de opbouw van de dijk is. Die zandbulten die je ziet, dat zijn op- en afritten. En alles wat eronder zit, dat is eigenlijk de opbouw van de dijk. Nou, je ziet al stukjes veen in en ziltig klei, zandlaagjes, zand, van alles en nog wat. En ook wel wat ondiep zand dus. En de volgende alsjeblieft. Ja, en dan komt er een Mentimeter vraag. Ik hoop dat dat gaat werken nu. Maar we vroegen ons af of jullie ons kunnen vertellen wat jullie denken dat hier aan faalmechanismen zou kunnen spelen. Niet of die gaat werken, maar we gaan het zien. Dus we even dezelfde, hè, de menti.com en dezelfde code als net. 21529755 staat boven in je scherm. En het zijn vier keuzes, een soort multiple choice, denk ik, is het. Kijk. Ja. Dat is hier van de vorige. Ja. Nou, het grootste deel denk ik is piping. Ik denk dat er nog wat antwoorden binnenkomen zo. Nou ja, in ieder geval, als deze tendens hetzelfde blijft, dan heeft iedereen wel gelijk, zeg maar. Want inderdaad, piping is dus wel het grootste ding wat hier speelt. Ook een stukje macro-stabiliteit buitenwaarts, maar dat was wat makkelijker op te lossen. Ja, ik zie steeds meer piping. Mag ik daar weer even over vragen, Tom? Ja. Want ik zag van min 8 naar plus 6, hè, dat is toch een settingsvloeiing, niet een dingetje wat daar kan plaatsvinden? Heb ik niet gezien in ieder geval. Ik heb zelf niet hier die beoordeling aan meegewerkt, maar ik heb het niet te gezien in een rapport in ieder geval. Wel dus die buitenwaartse stabiliteit. En dat kon wel opgelost worden door stortsteen in de buitenkant. Buiten werken, zeg maar. Ja. Nou ja, het grootste deel dus piping inderdaad. Nou, dat komt mooi uit, want daar gaan we dus mee verder. Nou ja, de vervolgvraag. Waar verwacht je dan dat de meeste piping, of de grootste kans van piping is, zeg maar? Dat was de volgende, ja. Dus die mogen jullie ook invullen. Ik weet niet hoe we het resultaat gaan zien, maar... Kijk. Nou, in ieder geval springt er nog eentje uit weer. Misschien nog een keer vernieuwen. Ja. Nou, het is wel duidelijk dus inderdaad dat er een beetje aan de rechterkant gedacht wordt. Waarschijnlijk omdat daar dus die ondiepere zandlagen zitten. En misschien ook wel wat kleinere deklagen, zeg maar. Nou, hier zien we het weer. Inderdaad, dus aan die kant is inderdaad waar het dan...
het meeste speelt of waar, ja, waar de grootste kansen wachten op piping. Kunnen we nu weer verder, denk ik. Ja, en dan nog eventjes terug van wat is nou piping eigenlijk. Ja, als we kijken naar linksbovenin, bij A zie je dat op een gegeven moment als start dat er opbarsten plaatsvindt. En rechts onderin bij H dat er uiteindelijk een dijkdoorbraak is. En alles wat daartussenin gebeurt, dat, dat zijn allemaal stappen waar je aan kan rekenen. Of die in ieder geval nodig zijn om tot die dijkdoorbraak te komen. In feite gaat het over waterstroming onder de dijk door, dus tussen op de grens van slappe lagen en zandlaag, die vervolgens zand meeneemt, waardoor je dus eigenlijk, zoals je ziet bij C naar D toe, dat je daar erosie krijgt en dat in feite gewoon de dijk ondermijnd wordt. En uiteindelijk kan dat resulteren in een doorgaande pijp en dan die gaat zich dan ruimer maken en vervolgens dijk kapot. Dus dat vinden we niet leuk. En dan de volgende alsjeblieft. Nou, dat hebben we dan. Dat is belangrijk om te weten. Bij ons in het gebied zitten we eigenlijk in het overgangsgebied tussen rivier en getijgedreven. Dus je hebt altijd van allebei de kanten eigenlijk een beetje een zie je een effect terug. En als het goed is, wil je zien dat het. Dus wil je dat? Als er een gevoeligheid is voor piping, zou je dat ook terugzien in het achterland. En als we naar de volgende gaan, dan kun je zien dat er daar pijlbuizen geplaatst zijn. Bij wijze van verder onderzoek, zeg maar. En hierin zie je toch ook wel echt terug dat er, er is reactie in het zandpakket. Dus in die zin weten we dat er. Dat er in ieder geval water doorheen kan stromen en dat het met elkaar in verbinding staat. Wordt wel wat uitgedempt, maar de reactie is er zeker. En dan de volgende alsjeblieft. En wat doen we dan zoal? Inspecties, dat wordt periodiek gedaan en natuurlijk ook tijdens hoogwater. Nu is het zo dat we hier dus relatief hoge kans uitrekenen op... een deel van piping in ieder geval. Alleen hebben we tijdens hoogwater nooit wellen waargenomen. Mag ik de volgende? Hier is dan weer het stukje nijverheidsdraad van de bovenkant. En dan het pipinggevoelige deel. Dat is eigenlijk wat jullie ook voorspelden over het algemeen. Dat is dan bij het schaardijkgedeelte. Eigenlijk dus waar je een korte kwellengte hebt. En dat is dan dus waar onze verdere analyse op doorgaat. De volgende, alsjeblieft. En wat zijn dan de oorzaken? Plaatselijk dat is die dunne deklagen. Eigenlijk omdat de teensloot best wel tot diep komt. Ook het watervoerend pakket dat dus tot ondiep komt. Die zandlaag dus eigenlijk. Korte kwelweglengte, door dus dat het een schaardijk is. En conclusie van de berekening is eigenlijk dat we niet kunnen aantonen dat die gewoon voldoet. Aan de andere kant hebben we ook zoiets van, het gaat gewoon niet falikant fout, zeg maar. Als ik de volgende sheet mag. Omdat we dus geen wellen waargenomen zijn tijdens hoogwater, kan je nog over discussiëren, omdat je... misschien niet de maatgevende omstandigheid gezien hebt, natuurlijk. Maar goed, het begin hebben we ook dus niet gezien. Verder dus dat er die heterogene ondergrond. De vraag is eigenlijk of die zandlaag of die volledig onder de dijk doorloopt. Dat hebben we nog met de bestaande metingen en sonderingen nog niet aan kunnen tonen. Verder het feit dat je hier te maken hebt met toch een stukje getijdengebied geeft ook aan dat echt de maatgevende omstandigheid dus niet meer dan een aantal uren zal duren. En de vraag is eigenlijk in hoeverre dan dus een doorgaande pijp kan ontstaan, waardoor je dus echt een probleem gaat krijgen. En verder iets wat nog in onderzoek is, begreep ik. In ieder geval
Van Beltaris was een rapport gezien ook over marine afzettingen in zandlagen. En dat die waarschijnlijk, of dat die de pijpgroei vertragen. Omdat daar dus kleine kleilaagjes of dat soort dingen in zitten die ervoor zorgen dat het gewoon minder snel gaat. De volgende alsjeblieft. Ja, en dan hadden we de vraag van welke monitoringstechnieken. Nee, misschien een andere. Ja. Welke je eigenlijk altijd zou moeten gebruiken. En volgens mij is dit een vrije invulveld, toch? Ja, dit is een vrije invulveld. We vragen naar de top 4. Of jouw top 4, of onze top 4, of uw top 4. Er zijn 4 mogelijkheden om die in te vullen. Weer op menti.com. Rudolf, die gelaagdheid in de ondergrond, wordt daar ook niet in de Hedwiggepolder nu een onderzoek naar gedaan? Ja, volgens mij gaat, ze hebben in Friesland daarna gekeken met die kleine proeven bij Haarlem. En volgens mij gaat Waterschap Hollandse Delta samen dan met Fugro en Deltaris. En er zit ook Scheldestromen bij. Kijken naar in getijdenzanden in de Hedwiggepolder is dat. En volgens mij gaan ze, wat Tom ook zegt, proberen ze een aantal factoren lager uit te komen met daadwerkelijk piping in marine getijdenzandgebieden, zeg maar. Ja. Ik denk dat ik factor 2 of factor 3 zelfs al wel informeel gehoord heb. Ja, dat klopt, dat heb je goed gehoord, Rudolf. En dat scheelt natuurlijk gigantisch in hoeverre dat echt een probleem is volgens de berekeningen voor dit soort situaties met een extreem hoog veiligheidsniveau. Waarbij je natuurlijk ook niet zo enorm op doorleefde waterstanden kunt vertrouwen. Omdat die bij benadering niet lijken op waar je echt mee te maken zou kunnen hebben als het echt extreem wordt. Ja. En voor mij is dat ook dan de reden, denk ik, waarom het HWP, want die is voor mij een vrij genereuze sponsor van dit geheel. Ja, sponsor. Opdrachtgever. En voor mij is Hollandse Delta natuurlijk opdrachtgever, maar zij zijn de financier ervan. Dus. Ja. Nou, je hebt er al 24, Tom. Zie je al, kan je er al iets uit trekken? Kan je, ja, pijlbuis is redelijk groot, dus dat komt mooi uit. Waterspanningsmeters. Vergelijkbaar natuurlijk. Ja. Inspecteur, ja, die, dat komt ook nog wel eens voor. Ja. In feite is dat natuurlijk ook wel een stuk deel monitoring. Dus eigenlijk dat je echt gaat kijken daar. Visuele inspectie valt daar ook wel een beetje onder. Drone. Misschien ook nog wel aardig met te combineren met infrarood, wat er ook staat. Of warmtemetingen of zo. Ja. En wat zou degene die met een drone wil gaan meten, willen meten met die drone? Want de drone is het platform. En welke technologie of welke type metingen zou je daarmee uit willen voeren? Ronald, strak jij je hand op? Zag ik dat goed? Nee, maar je wil je er vast wel iets over zeggen, of niet? Nou, ik had hem niet bedacht, hoor. Maar ik weet al. Je kan de drones wel gebruiken bij Welle. En dan een beetje natuurlijk infrarood, afgebreken infrarood meten inderdaad. Maar we hebben het wel eens geprobeerd in de windsituatie en het viel nogal tegen, moet ik zeggen. Heb je weggeblazen of dat? Ja. Ik heb een filmpje voorbij zien komen van WDOD, geloof ik. Ja. Heel mooi en wel zacht in een kloot. Maar misschien is Bart Vonk, hè? Want Bart Vonk heeft een dronepiloot met een GPS-gelokkeerde drone laten vliegen. Toen de Delta-commissaris daar was. En volgens mij was het windkracht 5 of 6. Bart, kan jij er wat van vertellen hoe dat, of dat überhaupt kan, zeg maar, zoiets? Het was windkracht 6. De dronepiloot die zei van mijn instructeur had ik hem eigenlijk niet mogen oplaten, maar ik heb het toch geprobeerd. Zonder GPS vloog je alle kanten op, maar met GPS bleef hij heel stabiel hangen. Maar ik heb wel begrepen van waterschap DOD ervaring is, als je dat dan doet, dat je batterij van je drone ook heel rap leeggetrokken wordt. Dus het
het is natuurlijk een hele mooie features, even heel snel inzetten, maar als je de drone wat langer in wilt zetten, dan onder die GPS-omstandigheden, dan is je batterij snel leeg. Oké, maar het is dus is meer mogelijk dan alleen maar met heel mooi weer en windstil, zeg maar. Ja, zeker. Okay. Ik heb nog wel een filmpje van een infrarood beeld van een wel, als dat op prijs wordt gesteld. Nou ja, jij zit aan de knoppen, dus je kan het op prijs laten stellen, zou ik zeggen. Wat. Ik zit er met kijken, ja. Volgens mij ging het snel mee. Ja. Kijk, dit is die nu goed in beeld? Ja. Een plaatje? Nou, als je dit... hier zie je dus eigenlijk de wel live in actie. Dit is tijdens het hoogwater van afgelopen januari bij de IJssel. Je kunt ook wel zien waar de windrichting of de stromingsrichting naartoe gericht staat. Ja. Dit is in de sloot, Wouter? Dit is in de Teensloot, ja. Teensloot, oké. Okay. Ja. Ja. En volgens mij hebben we zelfs een soort wellenbrigade opname gereed staan. Een aantal waterschappen financieren dat ook mee. Omdat als er weer een keer hoogwater in het rivierengebied is, om zeg maar te gaan meten en monitoren welke wellen er zijn en hoeveel er ook met de hand van dit soort technieken. En op zich zou dat wel interessant zijn. Hè? Het is niet voor acuut calamiteitenbeheer, maar het is natuurlijk wel interessant om te kijken hoeveel meer wellen er nu zijn en hoe die zich in de loop van de tijd van een hoogwatergolf door de rivier ontwikkelen. Zodat je voor de toekomst ook weet waar ze zitten en wanneer ze ontstaan en hoe dat ontstaat. Hè? Dus omdat je een soort risicoschatting in kan maken. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen, dat soort dingen, dat meet je als er echt een golf aankomt zetten. Dat is natuurlijk het lastige hiervan. Ja. Dus vandaar. Dus eigenlijk is ook meten en... Ja? En wil je ook weten wat je monitort, dan moet je ook zorgen dat je juist in de voorfase van zo'n hoogwater gemeten hebt, hè? Zodat je ook weet wat er anders is in het gedrag van die dijk op dat moment. Ja, maar daar moet je doorheen. Daarom vind ik het wel leuk dat in die Mentimeter ook de combinatie van die inspecteur, een visuele inspectie en een techniek genoemd werd. Want ja, ik geloof zelf heilig dat dat de beste combinatie is van het een en het ander. Hè? Dat je dus en een techniek ziet, maar ook dat je gewoon de inspecteur en het beeld van buiten en de mens eigenlijk erin zet. En dat je die bij elkaar brengt. Ja. Dan is een meet of monitoring is een hulpmiddel op iets en een objectivering van ook het begrip mens, zeg maar. Tom, ja. Heb jij nog veel meer wat je met ons mee wil nemen? Weet ik even niet meer. Even kijken naar de presentatie nog. Want jij zit in twee stukken? Ja. Volgens mij hebben we nu een pauze, Lieve. Kijk. Ja, dan stel ik voor dat wij... kijk, ik word helemaal blij, jongens, met dit soort presentatie. Het gaat sneller dan gedacht, dat is altijd goed. Dan gaat de pauze ook sneller dan gedacht. En dan gaan we na de pauze ook weer sneller dan gedacht. Dan gaan we gewoon tijd winnen. Met een beetje goed kunnen we gewoon eerder klaar zijn dan het geheel. Ik stel voor dat het nu... het is nu dat we om 2:30 weer verder gaan. Ja? Dan wens ik iedereen een goed moment van interne bezinning en anderszins. En vooral een lekker kopje thee en koffie toe. Pak er een koekje bij. Geniet. Praat nog. Laat de hond nog even uit als dat is. Geef de kanarie nog te eten. Of praat even met je vrouw of partner. Dat vinden ze ook altijd heel erg leuk. En dan zien we elkaar zo dadelijk. Tot zo. Ja, tot zo. Ja, die is er. Leon, we hebben elkaar eerder gezien bij een ander overleg. Maar ik zag dat jij een interessante vraag op de chat hebt. Kan je die even nog een keertje toelichten waar we die vraag gezet hebben? Ja, dat ging over de dijk die de vorige keer werd besproken. De Schaardijk. Wat mij altijd opvalt is dat we praten over visuele inspectie. Dus door dijk mensen die over dijk lopen. Daarin zeg maar inspecteren of een dijk wel van buitenkant in orde is. De vraag die ik altijd heb is, weet je dan ook wat onder die dijk plaatsvindt en in die sublagen daaronder?
Ja. En je had dan ook nog een vraag over die 3D-visualisaties, hè? Ja, ik ben zelf CEO van een affiliated bedrijf, samenwerken met Canadezen uit Vancouver. We hebben een 3D visualization proces, waarin we dit dus 24/7 in big datasets historisch kunnen leveren. Wellicht dat dat een interessante toevoeging zou kunnen zijn op het dike monitor systeem. Maar dan praat je over de ondergrond? Dan praat je over de ondergrond, maar ook onder water eventueel dus. En dat, dan meet je dat met waterspanningsmeters en dergelijke, denk ik, of niet? Dit is iets meer. Er is een verschillende datasets worden bij elkaar gezet. En daar hebben wij een speciale algoritme voor, MUD-model. En dat brengen we dan bij elkaar. En daardoor kunnen wij 3D-visualisaties doen, die je kunt draaien, waarin je precies dwars doorsneden van een dijk, maar ook de lengte en de hoogte kan zien. Maar ook monitoren dan nog bijvoorbeeld bovenop de dijk, op surface level, van bijvoorbeeld als er een... We zitten inmiddels zodanig dat we met een combinatie van en drones en satellieten en radar, kunnen wij dus verschillen meten van 2 mm, die dan gaat, als die beweegt, dan zien wij dat, kunnen we dat detecteren. Dus dan heb je eigenlijk een doorlopende mogelijkheid om dijkveranderingen zowel boven als subcutaan te zien. Dus het is ook combineren van zoveel mogelijk verschillende bronnen en te kijken via... Ja. Oké, helder. Oké, dank. Leuke vraag. Mijn vraag was inderdaad of dit al werd toegepast in waar de vorige spreker even mee bezig was. Ja, dan kunnen we Tom misschien weer in eerste instantie vragen. Vragen, Tom? Ja. Daar ben je. Ja. Op dit moment wordt er volgens mij verder nog niet gemeten. We zijn al wel mee bezig, zeg maar, om daar plannen op te maken. Maar goed, ja, kijk, wat we normaal gesproken doen is dus die pijlbuizen en waterspanningsmeters bekijken eigenlijk. Dus, ja. En de zuidenburen van Tom, dat is voor mij Hollandse Delta. Ik zie Rachid en ik zag er straks ook Arie. Kan ik jullie vragen, als jullie naar het verhaal van Tom kijken, maar ook in relatie tot de vraag van Leon, hoe doen jullie het? Want jullie zullen een soort vergelijkbaar gebied hebben, denk ik. Rachid? Kijken. Ja. Je hebt de vraag herhalen vanaf het begin? Nou, de vraag vanaf het begin is eigenlijk, Tom gaf net een presentatie over de nijverheid. Herken jij die casus eigenlijk? En hebben jullie, want jullie zitten iets in zuiden ervan, hè? Hebben jullie ook vergelijkbare problemen daar bij Hollandse Delta, zeg maar? Ja, we hebben wel langs een aantal dijken waar pijping een probleem zou kunnen zijn. Maar wij vermoeden inderdaad ook wel dat het, omdat de stormen niet zo heel lang duren en de stormopzet ook niet, dat het uiteindelijk niet echt een probleem is. En we hebben een stukje uitvoerig gemonitord. Dus we hebben toen gebruik gemaakt van sonderingen en boringen. Maar daarnaast ook geofysische metingen zoals EM, passieve radiometrie en infrarood om dat uit te sluiten. Ja, maar jouw organisatie gebruikt toch ook, we hebben het een aanleiding van die 3D-visualisatie. Jullie hebben toch ook iets hartstikke moois ontwikkeld of laten ontwikkelen? Ja, en dat is gebaseerd op die drie meettechnieken. Ja. Dus daar hebben we een stukje 3D in kaart gebracht. En dat is op basis van die EM-meting om die zandbanen in kaart te brengen. De passieve radiometrie om de vochtgehalte van de deklaag in kaart te brengen. En infrarood om eventuele kwellocaties in beeld te brengen. En die drie bij elkaar gevoegd, dat heeft dus meer inzicht gegeven in de pijpinggevoeligheid van het gebied. Dan gebruik je, ja? Wat waren de conclusies uiteindelijk, Rachid? Want we gingen daar met een bepaalde verwachting in, hè, in dat traject van het opstellen van die 3D-omgeving, dat inzicht in die dijk. Wat zijn nou uiteindelijk de conclusies geweest die je eruit getrokken hebt? Ja, toch wel dat de meeste zandbanen die je dan in zo'n lengteprofiel terugziet, dat die niet doorlopen. Dus als je zo'n lengteprofiel hebt, dan zijn er een aantal locaties waarvan je denkt, ja, hier zou pijping een probleem kunnen vormen. Maar als je dan de dijk beter in beeld hebt, dan blijkt dat die lagen toch niet helemaal doorlopen.
Dan kan je het ook gebruiken om een aantal, zeg maar, soort weak spots of zo, waar je het niet zeker weet, te detecteren en daar eventueel met een ander monitoring systeem meer dagelijks te gaan monitoren. Gaan jullie ook zo ver, zeg maar? We hebben ook wel pijlbuizen, inderdaad. Maar in ons gebied is dat dus niet echt een probleem. Maar hebben jullie in je organisatie zo'n command en control room waar je op zo'n beeldscherm echt de actuele dijksterkte of de verschijnselen meet en monitort? Nee, nog niet. We hebben wel die pijlbuizen, die worden ook vaak uitgelezen. Die zijn dan in een soort van een dashboard verwerkt, dus die kun je wel terugzoeken. Maar het is niet zo dat we een control room hebben en dat we continu dat inzicht hebben. Nee, dat niet. Ja, oké, helder. Nou, fijn. Dankjewel voor dit inzicht. Dan wil ik weer verder gaan met het programma. En het programma gaat nu even door met de volgende masterclass. De heer Koelewijn. Het orakel uit Delft noemen wij hem ook wel. Ja, niet alles kan uit Delphi komen. Ja. je mag gelijk naar de volgende sheet. Ik heb sheets, de eerste zijn allemaal zonder pijlen, dus Martin zal ze gruwelijk vinden. Maar, ik begin met een algemene kruistabel waarin faaloorzaken worden gecombineerd met meetparameters bij dijken. Ik zag net in een flits de antwoorden op de eerste Mentimeter, toen dat onderhand een beetje begon te werken. Toen kwam dat heel kort even langs. En er waren zowaar een aantal mensen die dit al kenden, dus dat is mooi. Wat zien we hier? Links zien we de opsomming van oorzaken van falen. De topper is natuurlijk een hoge buitenwaterstand. Dat helpt om falen te krijgen, zeg maar. Binnendijks pijl kan hoog zijn, kan laag zijn. Allebei heeft zo zijn voor- en nadelen. En via wellen en uitredend water en vervolgens dingen binnenin de dijk, zoals waterdruk en waterdrukverloop in de zandlagen, komt de tabel weer bij een aantal oppervlakkige dingen, tot aan graverijen door dieren of mensen aan toe. En uiteraard et cetera, want deze lijst is niet compleet. En dat kan je dan combineren van, ja, als je een deel daarvan of alles als potentiële oorzaak van falen van je dijk ziet, hoe kan ik dat in de smiezen krijgen? Nou, visuele inspectie is dan het eerste type meting wat er mogelijk als mogelijkheid staat genoemd in de tabel in de andere richting. En dat heeft gewoon heel veel mogelijkheden. Vooral ook omdat het niet alleen een stel oog is wat dan naar de dijk kijkt, maar dat er ook nog hersenen achter zitten die allerlei dingen verwerken, waarbij je met een vooraf opgesteld monitoring systeem, ja, daar als er zich iets onverwachts voordoet, dan of iets waar niet aan gedacht is, dan mis je dat. Nadeel is wel dat je niet echt lekker in de dijk kunt kijken. Dus in het midden staan er opeens geen kruisjes meer en zelfs geen rondjes. Een kruisje is wel heel duidelijk van, nou, dat kan je ermee. En een rondje is van, misschien kan je dat ook nog meepakken. Maar gelukkig, je kan waterspanningen meten in de dijk. Dat is vanaf de vijfde kolom ongeveer. Vochtgehalte, temperatuur, wat ook een indicatie kan zijn voor wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld langzaam tegenover snelle grondwaterstroming. En waar het snel stroomt, daar verandert de temperatuur sneller dan waar het niet zo snel stroomt. En dan heb je misschien een wel of zelfs een zandmeevoerende wel. Zeker als het verderop verder doorgaat. En dan naar rechts toe staan er nog wat andere dingen genoemd. En ook nog iets waar bijna niks bij staat aangekruist. Maar
ja, als je je boel nog slecht op orde hebt, dan ja, moet je eerst zorgen dat je weet wat je überhaupt daar hebt, namelijk de sondeerweerstand en de boring. Zoiets kan je concreet invullen voor je eigen specifieke situatie, zoals bijvoorbeeld een ijverheidsstraat. En ja, denk hierbij ook aan ongebruikelijke mogelijkheden. Ach, hier hebben we de volgende sheet al. Ik hoef ze niet eens niet te veel verklappen, hè, van de nijverheidsstraat, want we gaan het er nog over hebben. Ja. Ja, ik moet niet te veel verklappen. Dus nou goed, hier zie je eigenlijk voor een in zekere zin algemeen, als je een concreet een probleem denkt te hebben met piping, hoe kan je daar dan tegenaan gaan met een hele hoop geweld. Maar mijn advies is om niet gelijk met een hele hoop uit te pakken, maar rustig aan te beginnen, zoals Marten van der Meer aan het begin ook al vertelde. Begin klein en bouw het aan de hand van wat je meet, wat je ziet, wat je vreest, verder uit. En ja, dan kom je weer verder. Dit is één vorm van een kruistabel die er bestaat. Jasper mag de volgende sheet. Wat al een tijdje geleden is uitgewerkt, is een tabel waarbij je horizontaal faalmechanisme ziet. En verticaal meettechnieken. En als je dit op de website opzoekt die eronder vermeld staat, dan heeft het voordeel dat je al die verschillende meettechnieken die genoemd staan, zowel in situ als remote, die kan je dan aanklikken en daar staat wat nadere uitleg over. En altijd handig als je ergens even nog wat gemist hebt. Ja, hier staat geen et cetera ergens, maar natuurlijk zijn er meer technieken ontwikkeld, al is het maar in de laatste jaren. En neem vooral eens een keertje rustig de tijd om daarnaar te kijken en daar wat mogelijk ook mee te doen. Ga ik naar de volgende sheet. Doe maar gelijk helemaal, Jasper. Want er zitten tenminste pijlen in. En ik heb net van Martin gehoord dat er altijd een pijl moet zitten in die sheet. Er zijn handreikingen ontwikkeld in het kader van de POV macrostabiliteit. Maar die hebben niet alleen nut voor als je een macrostabiliteitsprobleem hebt. Maar die zijn wel wat breder opgezet. Bovenin de handreiking lifecycle monitoring. De levenscyclus van een dijk bestaat uit meerdere fasen. Ontwerp, aanleg, beheer. Dan gaat het op een gegeven moment gaat in de beoordeling gaat het een keer fout, dus die afgekeurd. En dan ga je weer voorbereiden op de volgende cyclus. En in elke fase ja, kan je met monitoring starten. En dat kan gewoon direct zijn nut hebben. En als je het handig aanpakt, dan kan je het ook benutten voor de volgende fases. Je bereidt je monitoring voor. Dat staat in die bovenste rapporten. Staat het uitgewerkt. Je moet vooral de handrekening zelf hebben. Die achtergrond rapportage is meer een verantwoording van hoe we er zo toe gekomen zijn. Formuleer je doel van je monitoring. Trek een plan met een aantal aspecten. Dan ga je het inrichten. Nou, dan heb je al gauw is het handig om de state-of-the-art protocollen te gebruiken voor selectie en installatie. Dat je geen rommel installeert of nodeloos goede dingen. Als je aan een auto genoeg hebt, dan hoef je niet per se een Mercedes of Ferrari te hebben. Dat is maar in uitzonderlijke situaties het geval. En dan krijg je fase 3 benutten en aanpassen. En vooral het benutten, ja, daar gaat de meeste tijd mee heen. En daar is het ook gewoon voor bedoeld. En tussentijds kijk je of het beter kan. En nou, dan komt er af en toe eens wat bij, gaat er wat vanaf. En ja, op een gegeven moment, je kan meten wat je wil. Maar daarmee, als de dijk op een gegeven moment echt niet meer goed is,
dan ga je met monitoring hem niet redden. Dan moet je gewoon gaan versterken. En dan kan je daarop je weer gaan voorbereiden. Ga naar de volgende sheet. Dat is alweer mijn laatste sheet. En die mag je ook... laat even maar eventjes hierbij. Dit is uit de handreiking lifecycle monitoring. De eenvoudige beoordeling van het monitoring systeem. Er zitten 8 vragen verdeeld over 4 categorieën. En daar staat linksboven van, ja, heb ik de juiste informatie? Is die tijdig beschikbaar? Heeft het gebruikswaarde? Namelijk reduceert het de risico's en vergroot het de mogelijkheden? En is de informatie betrouwbaar? En je scoort er een 0 of 1 op. Of als je subtiel wil doen, iets ertussenin. Als je vindt dat dat van toepassing is. En het gaat niet eens zozeer om het specifieke antwoord waar je op komt. Maar dat het helpt om na te denken van... heb ik het nou goed voor elkaar op de onderdelen die ik goed voor elkaar wil hebben? Of moet ik het verbeteren? En Jasper, het volgende deel van de sheet graag. Ja, er zit ook een uitvoerige matrix bij. Dat kan je ook prima in een workshop doen met je opdrachtnemer. Bijvoorbeeld je monitorende partij of je ingenieursbureau dat je helpt. Of nog een paar andere figuranten die in deze wereld rondhangen. En dan kan je uitgebreid gaan kijken van de hoofdonderdelen, informatiebehoeften, dijkveiligheid, voldoet het daaraan? Is het tijdig beschikbaar? Heeft het gebruikswaarde? Enzovoorts. En dan zie je rechts 2 mogelijke scores. Er is niks ingevuld, dus het staat nog allebei op 0. Maar wat is de echte score en wat is de vereiste score? En als de echte score van je plan ver uitgaat boven je vereiste score, dan heb je misschien gratis bijvangst. Of je kan het wat soberder doen. Maar bedenk ook, je vereiste score is afhankelijk van het doel waarvoor je het wil inzetten. Bijvoorbeeld bij onderdeel 2, de tijdige beschikbaarheid. Als je het systeem wilt gebruiken om in calamiteitensituaties snel te kunnen reageren en je zit in een getijdengebied, dan geeft dat heel andere eisen aan de signaleringssnelheid dan wanneer je monitoring systeem alleen maar gebruikt om in een rustig tempo wat data in te winnen ten behoeve van de eerstvolgende beoordeling die eens in de 6 of 12 jaar plaatsvindt. Hoef je alleen maar eigenlijk te weten van dat inderdaad data wordt ingewonnen en af en toe kijk je er eens naar, maar het hoeft echt niet heel snel binnen te komen en dan is de reizenscore hierop ook een stuk lager. En een heel belangrijk onderdeel is de betrouwbaarheid van je sensordata, zowel van het systeem als geheel als voor de afzonderlijke sensortypes die je hanteert. Dan gaat het over nauwkeurigheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid. Dat moet gewoon voldoende op orde zijn. En het hoeft niet perfect, maar wel voldoende. Anders verzamel je rommel en dan kan je het net zo goed achterwege laten. Maar met deze hulpmiddelen dan kan je al goed monitoring systeem kan je waar nodig op onderdelen kan je het beter maken. En iets dat eigenlijk niet zo goed is, kan je gewoon goed maken. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen. Want dan heb je tenminste iets aan de data die je verzamelt. Ik heb niet op mijn tijd gelet, maar ik hoop dat ik nog een beetje binnen ben. En geef nu graag het woord aan Tom of Wouter. Ja. Nou, André, hartstikke goed. Slechts 2 minuten eroverheen, dus beschouw dat als een achievement. Maar aangezien we ook 3 minuten later begonnen zijn, heb ik eigenlijk natuurlijk nog positief nieuws. En ben je er eigenlijk wel ingebleven, dus dat is hartstikke netjes. Ik zie dat er ook 2 Vlaamse vrienden en vriendinnen bij zijn. Dus Leen de Vos zag ik volgens mij, als ik het heel goed had. Dus
Leen, zou ik jou eens even mogen vragen een reflectie vanuit het nuchtere Vlaanderen op het ambitieuze Holland. Hoe jij je tegenuit kijkt. Je bent geotechneut, als ik het goed heb. Hoe kijk jij nu tegen dit soort aanpak aan? Ja, dat klopt, Nick. Ik vind het super interessant eigenlijk om... Ik ben al volop aan het noteren. Zeker zo een algemene lijst, niet enkel voor dijken, maar ook voor andere dingen dan, waar dat je met je opdrachtgever of de ontwerper door kan lopen. En aandachtspunten al aan te klikken op voorhand. En dan de focus, de zaak waar dat je dan moet op focussen, lijkt me wel heel nuttig. We hebben hier ook wel soms het gevoel dat bij monitoring alles of niets is, waarbij dat sommige mensen denken dat je met monitoring gewoon alles kan oplossen en dat alles gaat blijven staan. Omdat je monitort. Dat is wel iets dat wij ook wel vaak moeten zeggen, dat het gewoon een tool is om te kijken in hoeverre dat je nog veilig bezig bent. Dus ik vind het wel echt... ik vind het goed bezig, zou ik zeggen. Nou, dank. Jongens, we hebben een compliment gekregen in Nederland. Complimenten uit Vlaanderen. Dus dat... Nee, maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Hè? Van monitoren maakt een dijk niet veiliger. Hè? Dat is eigenlijk, dat zei André ook. Hè? En eigenlijk zegt u dat ook. Ja. Maar ik denk dat het juist wel heel helpt om door te krijgen waar het minder veilig is en waar je dan in kan grijpen, of niet? Nee, zeker. Ik zie het ook als een mogelijkheid nog altijd, jullie ook, hè? Om veel bij te leren over hoe dat het eigenlijk precies werkt, hè? Uw dijksysteem. Dus niet alleen om levenscyclus te monitoren, maar we weten gewoon ook nog altijd heel veel dingen niet, hoe dat ze precies werken. En dat je met monitoring dat toch ook een deel wel kan achterhalen van hoe het nu precies eigenlijk werkt. En ik merk toch dat bij veel zaken dat we meten, dat we toch altijd nog heel veel bijleren over hoe dat een structuur hem nu precies gedraagt of... Dat het toch nog altijd anders is dan in de berekeningen. Of dat je dan bij berekeningen toch bij dingen met dingen geen rekening houdt. Die dan in de natuur al even in het echt wel spelen. Ik vind het super interessant. Nou, leuk. Nou, ik zou zeggen, je mag nog rustig bijblijven. Dus je hebt nog een half uur te gaan. Dus daarna kan je weer uren voor de baas schrijven, zeg maar. Nee, dus... André, hartstikke bedankt. Dat was informatief. Misschien helpt het om even de tabellen waar je aan refereert, uit welk rapport die komen en die POV-macro's, even in de chat te zetten. Dat de mensen even, of een link naar waar die POV-rapporten staan. Dat helpt misschien deze of gene die dat dan kan doen. Ja, en dan denk ik dat het... ik ga het uitzoeken. Heel goed, ja. Dank. En anders sturen we het gewoon na, want we weten precies wie zich ervoor ingeschreven heeft. Misschien is dat handiger, dan kunnen we ook dat rapport van Hemert nasturen. Zullen we het zo doen? Dan kan je nu gewoon opletten, want het is nu hartstikke belangrijk wat de uitwerking van de casus wordt. Tom, mag ik jou weer het woord geven? Ja, of samen Wouter, door. Denk ik. Ja, zal ik het eerste stukje doen, Tom? Goed. Ja. Ter prikkeling van de creativiteit. Nou, omdat iedereen het nou heeft over pijlen in presentaties, dan weet iedereen dat een pijl een basis, een steel heeft en een punt. Dus dan beginnen we bij de punt, met het volgende sheet. Soorten metingen en monitoren. Nou, als we kijken naar wat er in de afgelopen decennia vooral is gedaan, hè, dan zijn het puntmetingen. En puntmetingen, die zie je daar, je ziet daar wel na de punt een punt, maar ietsje verder zie je ook nog een punt. Die puntmetingen die geven over het algemeen informatie over dat ene punt. Maar de uitdaging is natuurlijk het interpreteren en het extrapoleren van die informatie naar de omgeving. En als je dan ook naar de volgende sheet gaat, dan zie je dat naast puntmetingen, puntmonitoring, heb je ook lijnmetingen. Nou, daarbij valt te denken aan fiber optics. Metingen die je daarmee kunt doen, zoals bewegingen in verschillende richtingen, temperatuursbepalingen, maar ook drukmetingen zijn daarmee mogelijk. Allemaal vanuit de technische mogelijkheden beschouwd. En als we dan dat lijn nog verder doortrekken, dan heb je natuurlijk ook nog vlakmetingen. En die vlakmetingen, dat is wat Rachid net ook al aankondigde. Hè? Dat kunnen bijvoorbeeld bodemvochtmetingen zijn of infraroodmetingen. Of elektromagnetische metingen in de grond, ERT-metingen
die je uitvoert, die je echt informatie geven over een vlak waar je naar kijkt. Met elke keer het doel om meer inzicht te krijgen in het volume, zoals in de volgende sheet ook staat, en wat Rachid net heeft toegelicht over de case bij Voorne Putten. Wat je heel veel extra inzicht geeft en begrip in het systeem van je dijk, in de ondergrond, maar ook vervolgens kun je daarvan afleiden hoe het grondwater zich bijvoorbeeld daarin gedraagt. Wat zijn mogelijk preferente stroombanen? En op het moment dat je meerdere vlakken, zowel richting de ondergrond, maar ook vanuit het maaiveld aan elkaar gaat koppelen, dan maak je eigenlijk stapsgewijs dat beeld van zo'n 3D-inzicht maak je completer. En misschien leidt dat dan ook tot een beter begrip van je situatie. Nou, Rachid heeft dat voor Hollandse Delta net toegelicht. En dan eventjes ter inspiratie op hoofdlijnen een aantal type technieken. Ik ga er niet heel diep op in hoor. Maar het zijn veel vlakinformatie, die kun je met remote sensing technieken kun je die verkrijgen. Nou, dat kan via spaceborne, airborne of vanuit earthbound apparaten. Je kunt ook met een auto met een mast erop kun je remote sensing metingen doen. Dan kun je denken aan INSAR-metingen, zichtbaar licht, infrarood, maar ook diverse andere spectra waar je zinvolle informatie over kunt halen vanuit je dijk. En vanuit vliegtuigen of drones of zweefvliegers of straaljagers of helikopters, nou noem het maar op, alles wat in de lucht vliegt met lasermetingen, maar ook zichtbaar licht en infrarood en fotogrammetrie, microgolfradiometingen. Dat kan ook. Gaan we naar de volgende sheet, dan zien we dat er ook remote sensing vanuit Earth bound, hè, dus vanuit het aardoppervlak gebonden metingen, plaats kunnen vinden. En wat daarin heel belangrijk is natuurlijk, is de geur, het beeld wat je hebt met je ogen, smaak en gevoel, oftewel de dijkinspecteur. Die levert verschrikkelijk veel en belangrijke informatie op. Maar ook daarbij heb je eigenlijk al die verschillende technieken die je vanuit de lucht en vanuit de ruimte hebt, kun je eigenlijk ook vanuit een karretje of een auto of een ander earthbound systeem kun je gebruiken. En tenslotte veel in-situ metingen, boringen, sonderingen, pijlbuizen, waterspanningsmeters, glasvezelkabels, zelfpotentiometers, nou, noem maar op. Het tabelletje wat André net liet zien, komt ook in de volgende sheet nog eens een keer terug. Dat is www.dijkmonitoring.nl/technieken/per-faalmechanisme. Het is handig als die link eventjes in de chat verschijnt. Dus daar ga ik even. Ja, ik denk dat Wouter, want dat geldt ook voor die rapporten van André. En ook dat we even gewoon een totaal setje moeten maken, wat we gewoon naar de mensen die zich aangemeld hebben nasturen, zeg maar. Voor alle dit is ook ter ondersteuning, Ludolf, van de volgende Mentimeter vraag. Oké. Okay. Want de volgende Mentimeter vraag die gaat namelijk over hè, deze case nu gezien hebbende, de verhalen gehoord hebben van Tom, van Rachid, van Leon Evers net die daar ideeën bij had, van André en van Martin. Hè. Kijk nou eens naar de verschillende mogelijkheden die er zijn. En de volgende Mentimeter vraag die mag wat mij betreft dan op het scherm gaan ter voorbereiding op. Welke parameters zou je op deze locatie, als het goed is, willen gaan focussen als wij een beter beeld willen gaan krijgen over de pipinggevoeligheid van die dijk? Als het goed is, is er nu een nieuwe sheet, nieuwe presentatie sheet bij menti.com. Klopt, er is een nieuwe. Alleen ja. Af en toe moet je hem even verversen, denk ik, om de uitslagen in beeld te krijgen. Ja. Het is niet één ding wat eruit komt. Oeh, wat een bolletjes.
Wat ik hier denk uit te halen, misschien is Tom het, ik ben benieuwd hoe Tom er naar kijkt, hè. Dat is dat je een... even kijken. Ja, zelfs de zaken die vanuit de inspecteur, hè, de kwelplekken en de afwijkende vegetatie, die krijgen ook veel aandacht. En eigenlijk alle modelparameters waar we op hebben gefocust. Ja, dat is grappig. Het is eigenlijk dus, alles is belangrijk, zeg maar. Ja. Wordt belangrijk gevonden. En in de situatie... Ja. Sorry, Tom. Ja, grondopbouw, dat zit er natuurlijk ook wel flink in. Hier. Dus daar lijkt het ook wel dat daar nog wat mee gedaan zou kunnen worden. Als je dat zo ziet. Kritiek verval is het minste. Oh. Maar mag ik juist eens vragen? Bedoelen jullie hier... Dit is meer... Ik heb ook ingevuld naar ontwerp toe. Wat heb je nodig naar ontwerp toe? Of op wat zou je willen focussen voor de monitoring? Was dat de vraag? Ja, dan zou ik misschien wel een ander antwoord geven. Voor nu is het meer beoordeling eigenlijk. Dus die periodieke moment dat we kijken van wat de staat is eigenlijk van de kering en of die voldoet aan de norm. Ja. Ja. Maar goed. Ja. Van alles en nog wat. Dus. Dat is toch ook niet raar als je alle aspecten hier in de Mentimeter neerzet die met piping te maken is. Niet raar, dat is ook al gescoord worden. Nee, dat is ook niet raar. Alle respect voor de Mentimeter. Nee, dat is ook niet raar, Bart. Dat hebben we ook bewust gedaan. De aanpak die we hebben gekozen. Nou, dat komt er nog een keer in beeld. Maar de aanpak die we ook hebben gekozen, dat is eigenlijk ook wat Rachid net toelichtte. Dat je stapsgewijs dat inzicht probeert te verkrijgen. Misschien is de volgende sheet is, nu goed om dat te laten zien. Komt die al ervoor? Ja. Volgende sheet is voor. Of was die voor jou? Nou, Tom, pak hem maar, want ik zie hem niet goed. Ik ga eventjes refreshen. Oké, nou ja, ik even het verhaal hier. Nou ja, als het gaat om opbouw van de bodem, hebben we nu natuurlijk wel gekeken van wat zit er allemaal waar. Alleen de vraag is dan in hoeverre dat ook in de dwarsrichting van de dijk ook zo is. Ja goed, en dan kan je dus eigenlijk kijken naar van hoe de grond in opbouw is, maar ook gedrag van het grondwater zelf. Dus eigenlijk kijken naar waar die dus intreedt, dat is dan wel duidelijk. Maar de uitredenpunten om die wat exacter misschien in kaart te brengen, dat kan dus ook al met monitoring gebeuren. Ik denk dat dit het verhaal was bij deze sheet. Ja. Ja, even dus een vraagje. Sorry. Nou, er zit in de chat een leuk vraagje van Oscar van Dam, denk ik. Hè? Dat is de noorderbuurman van Schieland. Die zegt van, joh, van stel dat ik 10.000 euro heb, welke technieken kies je dan? Dat vind ik wel een interessante vraag. Hè? Zullen we die eens gebruiken als extra voorwaarden voor de volgende vraag, ja, want daar gaat het eigenlijk om, Oscar, de volgende vraag. Ja. En laten we dan nu eens zeggen van niet met een onbeperkt budget, maar stel je hebt een beperkt budget, en dat is 10.000 euro of 20, maar niet zoveel hebt, maar welke zou je hier nou voor gaan kiezen dan? En op menti.com is er nou, als het goed is, weer een nieuwe sheet.
blijf vooral stemmen. Every vote counts. Er moeten eerst nog een paar rechtszaken overheen dan, ja. Wouter, dat every vote counts. Ik kijk even naar de chat ondertussen, maar these elections are rigged, want waterspanningen staat er niet tussen. Ja. Nee, maar dan moet je goed even kijken voor de bodemopbouw gaat deze over. Dus het is nog niet de waterzaak. Ja. Als u wil weten of een geul doorloopt, is een pijlbuis slimmer dan heel veel sondering, hoor. Ja, boringen, sonderingen en grondradar. Dat, met pijlbuis uit de flanken ingeschoten. Yes. Als je een boring slim uitvoert, heb je meteen een pijlbuis erin zitten. Ja. Precies. Ja. Ja, dat is wel heel dom om een boring te doen en er geen pijlbuis in te zetten. Ja. Dat doen we af en toe wel eens, hoor. Daarom mijn stem voor boringen. Nou, dan zijn we het toch weer eens. Oké. Okay. Ja. Nou, wat... stapsgewijze aanpak die hier uiteindelijk naar voren is gekomen. Eigenlijk een combinatie van geofysische meting met boringen, sonderingen. En pijlbuizen. Dat is eigenlijk de eerste stap die we willen, die uit het onderzoek wat al is uitgevoerd, hè, dat we die als eerste willen gaan doen. Waarom grondradar en waarom niet die andere? Nou, omdat op deze locatie grondradar waarschijnlijk het beste toepasbaar is. Je zit in een zout milieu, dus een geleidbaarheidsmeting, dat ja, dan meet je zout in de ondergrond. Daar schiet je al niet zo heel veel mee op. En die boringen, sonderingen, plus pijlbuizen, zal ik het dan dat is dan met name voor het eiken van wat je meet met die grondradar. En op basis daarvan kun je eigenlijk stapsgewijs weer verder gaan. Hè? Wat weet ik nou? Heb ik nou dat aanvullende inzicht in mijn ondergrond gekregen? Weet ik nou beter hoe die kleine laagjes tussen zand en klei en klei en zand in de ondergrond doorlopen? Kan ik beter die zandbanen verklaren? Weet ik waar ze stoppen of waar ze doorgaan, zoals bij Hollandse Delta? En op basis van een redelijk geringe eerste inspanning zou je dan kunnen besluiten om verder te gaan met aanvullende metingen. Dus het is eigenlijk ook, wat de vorige sprekers al hebben gezegd, begin gewoon bescheiden en zorg er wel voor dat je de juiste informatie binnenhaalt. Maar naar aanleiding van de vraag van Oscar, hè, van die 10.000 euro, ja. Als je het hierover begint bescheiden, jullie hebben eigenlijk gewoon, dit is eigenlijk wat jullie gedaan hebben, hè? Dus jullie hebben een keuze gemaakt. Dat wil zeggen dat er budget voor beschikbaar moet zijn en inzet beschikbaar voor moet zijn. Waar moet ik dan aan denken? Ik zou toch als eerste dan naar een combinatie van een geofysische meting met boringen en pijlbuizen gaan denken. Ja, dat zou ik gaan denken. Je krijgt namelijk een vrij goed, dat is de verwachting, krijg je een vrij goed vlakdekkend inzicht in waar je dan gaat meten. En die metingen die zijn over het algemeen, die kosten je de kop niet. Je krijgt gewoon heel erg veel extra inzicht. Ja. En naar aanleiding van jullie hebben die sheet, hè, op nummer 1 staat grondradar. En als ik geef Bart Vonk een leuke vraag. Hoe diep meet de grondradar? Waar, Tom, wat voor diepte denk je dan aan? Ik denk dat Wouter die vraag weet. Ik kan beantwoorden, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, de grondkader die wordt beperkt in de diepte van het grondwater wat eronder zit. Dus hoe hoger je grondwater, hoe minder diep je grondradar komt. Maar wat je hier eigenlijk zag is dat uit de analyse van de cases, dat met name de deklaag en de daaronder liggende zandlagen, die zijn van belang. En dat is de verwachting dat met een grondradar goed in kaart te brengen is, ja. Oké. Ja. Ik zit even op jullie site te kijken. Bij grondradar staat dat niet, maar mijn beeld was altijd een betrouwbaar gaat 2-3 meter. En dan, dat kan oude kennis zijn voor mij. Ja, volgens mij kunnen het hangt heel erg af van de lokale situatie, Bart.
En je hebt inmiddels heb je ook al 3D-grondradaren en die meten dan in stereo, zeg maar, waardoor ze signalen weer versterken en beter kunnen analyseren. Dus dat zijn allemaal verschillende grondradarsoorten, hebben verschillende diepte en verschillende bodemsoorten. En bodemvocht en hoogte van het grondwater stellen daar ook allemaal weer Leen, gebruiken jullie grondwater in België? Grondradar? Nee, eigenlijk niet. Geofysische metingen wel, maar grondradar op zich niet echt. We zouden dat wel durven, bijvoorbeeld om holtes te detecteren of zo, gebruiken. Maar niet echt voor grondlagenopbouw. Werkt dat dan gelijkaardig aan de geofysische metingen? Of? Ja, volgens mij wel. Ja, min of meer. Wat zeg je? Ja, min of meer volgens mij. Ja. Maar wel, het is, kijk, we hebben in de Hetwiegenpolder hebben we gekozen uiteindelijk voor ERT-metingen. Omdat de bodemopbouw zich daar op die locatie veel beter voor leende. Dat heeft Hugo uiteindelijk uitgevoerd. Wat je daar ziet is een hele duidelijke scheiding tussen de verschillende type lagen in de dijk. Waar je in Nederland een hele duidelijke scheiding had tussen de kleilaag, de kleitoplaag en daaronder een zandlaag. Dat kwam er heel mooi in naar voren. Zag je ook heel goed aan de metingen dat de Belgische dijk een andere opbouw had. Een andere bodemsoorten had. Dat was gewoon anders. Hè? De verwachting is dat je dat hier ook op deze locatie daaruit haalt. Ja. Daarvoor had ik wel geen metingen moeten doen om dat te weten. Dat jullie dijken anders opbouwen dan wij, dat is wel echt waar. Ja, dat wist ik al waar. Zo. Maar goed dat dat bevestigd is. Ja. Ja, volgens mij was ook hier het moeilijke dat je ook met brak water te maken hebt. Dus dat het af en toe ook, tenminste, sommige technieken kun je dan ook niet inzetten, als ik het goed heb. Dus dat, nee. Ja. En het mooie was bij de Hetwiegenpolder, daar zaten we nog boven het zoutere en brakkere waterniveau. Wat Serkan Eltjoen ons ook geleerd heeft, zegt, ja, als je dat in een zout milieu doet, dan meet je geleiding van zout water. Ja, wat meet je dan? Ja. Ja. Zout water. Dus dat is de uitdaging om dat niet te meten. Ja. Ja. Rudolf, volgens mij kunnen we zo'n beetje naar de samenvatting en de conclusies. Ja, dan is dat hartstikke mooi. Dus we hadden ook beloofd dat we iets eerder klaar zouden zijn. Dus dan even kijken. Ik zie nog een paar vragen. Ja. Er was nog een van Johannes de Groot een vraag over die weldetectie. Wie kan die beantwoorden? De vraag is weldetectie in de vorm van stijghoogtemetingen ook overwoging? En dan zegt hij, de stijging van de stijghoogte zou moeten afvlakken tot de plusminus grenswaterspanning zodra opbarsten op zal treden. Ja, alleen dan moet je wel waarschijnlijk een redelijk fijnmazige meting hebben, zou ik me voor kunnen stellen. Ja. Je weet ook niet helemaal exact waar je dan zit natuurlijk, maar op zich wel goed idee. Maar Johannes, jij bent van Arcades geloof ik, hè, of niet? Ja. Waar is Johannes? Ja, daar is Johannes. Ik weet niet of ik zichtbaar ben. Maar... Ja, je bent zichtbaar. Ja, dat is een gedachte die ik had, van ja, je kan het veld ingaan en alle dijken gaan inspecteren met infrarood, maar als je een netwerk hebt van pijlmuizen met waterspanningsmetingen, ja, en die gekoppeld zijn aan een automatisch systeem, ja, als op een gegeven moment de buitenwaterstand stijgt, maar op een gegeven moment stijgt de hoogte niet meer mee, dan moet er dus een ontlasting zijn. Ja. Nou, misschien helpt dat gericht zoeken, maar ik weet niet of dat uiteindelijk ook werkt. Dat is een Dat is wel een goed punt hoor, Johannes. We hebben natuurlijk ook samengewerkt aan een advies voor Rivierenland. Hè? De stap die we daar hebben gezet uiteindelijk is om eerst te zorgen dat je op basis van de inspectieresultaten en de kennis van de dijkinspecteur over structureel natte, vochtige plekken langs de dijk, dat je daar ook gaat kijken van, is dat nou een locatie waar je dan aanvullende metingen wil gaan doen? Op het moment dat er locaties zijn of dijkvakken waar inspecteren lastiger is, hè? Dat je dan bijvoorbeeld eerst een bodemvochtmetingen met micro-radiogolfimetrie in combinatie met infrarood gaat kijken bij verschillende waterstanden om te zien of je dat ook aan de oppervlakte kunt zien, die doorcijpeling. En dan kun je daar inderdaad ook weer met waterspanningsmeter of pijlbuizen op die locaties aan de slag. Ja.
Okay. En ik weet ook dat ze dat bij Rijn en IJssel, zijn ze ook met zo'n soort aanpak bezig. Prima. Oké, dan zag ik nog een vraag van Leon. Wordt droogte toename aan dat van climate change ook meegenomen worden in de metingen? Tom, bij jullie? Niet, hè? Ja, nou ja, niet op dit zo'n locatie als deze. Wel bij regionale keringen, omdat daar meer sprake is van veendijken. Dus daar, ik weet dat er wel 3 locaties bij ons in het gebied proef loopt daarmee. Kun je daar iets meer van vertellen? Ja, dat is ook in relatie tot satellietmetingen, zeg maar. Dus eigenlijk, volgens mij meten ze dan in feite de verdamping of zo met die satellieten. En uiteindelijk gaan ze kijken of je dat dan ook, of je een of andere koppeling kunt maken tussen hoe nat de dijk is en wat je meet met de satelliet. En dat is met, ik weet dat TU Delft daarin zit en ook 2 andere waterschappen. Ja, Delftland en Rijnland zitten erin en voor mij in de TU Delft. En Miramap volgens mij voor de satellietbeelden en volgens mij de waterschappen zijn bezig om die relatie te leggen. Ja. Volgens mij heeft Leen Vinken daar, Leen, jij hebt daar toch ook een case voor toegelicht vorige week of was 2 weken geleden? Ja, hè? Nee, vorige week, ja, dat klopt. Ja. Zet ik er wel mogelijkheid in, al waren voor ons zo, de satellietinfo was nog te grof. Ja. Allee, de pixels waren te grof om echt info over de dijk zelf duidelijk te kunnen waarnemen. Dus moest al verfijnd kunnen worden met betere kwaliteit beelden of zo, denk ik dat dat wel nuttig mee kan helpen. Met hoe grof waren die meter? 10 op 10 meter. Oké. Okay. Ja. Voor 1 waarde te krijgen. Ja. Ja, ik dacht dat hier ook iets van 5 bij 5 was, maar dat is inderdaad best wel best grof als je het over een dijk hebt. Ja, ja toch als je lokale kwelplekken wil detecteren, hè? Want heel vaak is dat maar lokaal. Ja. Ik geloof dat wij langzaam steeds meer satellieten de lucht in fietsen. Centennials, geloof ik, hoe het allemaal mag heten. En op een gegeven moment zal de nauwkeurigheid wel kleiner worden. Of de accurater worden. Ja, of je moet betalen natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ja. Een dijkdoorbraak moet ook betalen, toch? Ja. Oké, samenvatting en conclusies. Ik zie een waanzinnig mooie sheet. Jasper, wat is de volgende sheet achter deze samenvatting en conclusies? Waarschijnlijk is die nog niet getrokken, hè? Dus ik zie wel een Mentimeter-vraag. Gaan we die nog even doen? Lijkt me wel een mooie... actief. Doet hij het, Jasper, of niet? Jullie krijgen een open vraag, zeg maar. Hè? Dus jullie hadden allemaal gedacht met samenvatting en conclusies dat het orakel van Utrecht, of het orakel van Deventer, of het orakel van Soest, of het orakel van Delft jullie zouden beantwoorden. Nee, jullie mogen zelf dus de samenvatting en conclusies doen. Hoe haal je meerwaarde uit de monitoringsinspanning voor beheer? Dus ik zou heel graag aan jullie willen vragen, jullie willen uitdagen. Van, joh, wat vinden jullie nou zelf? Hè? Jullie hebben wat gehoord, we hebben wat discussie gehad. Ik vind dat er echt een hele mooie casus neergezet is. We hebben 2 masterclasses gehad. En dat allemaal in 1,5 uur tijd. Dus wat halen jullie eruit? Zelf doen en de kat in de boom laten zitten. Die vind ik ook wel heel mooi. Ja. Ja, goed. Dat klein beginnen, dat spreekt mij ook wel aan. Hè? Ik zie ook een aantal dingen... dat je het niet echt als een kant-en-klare oplossing doet, maar dat leren, hè, proberen en leren. Ik weet niet wie deze geweest is van samen die co-creatie maken, maar je hoeft niet meer op schrijfcursus, denk ik. Samen co-creatie maken door holistische aanpak, dikke monitoring en ieder op zich. Mag ik degene vragen die mooie zinsnede gedaan heeft om die te doen? Ik gok het orakel van Soest, maar ik weet niet of dat zo is. Of Leusden is het, geloof ik, hè? Orakel van Leusden. Dat was ik, Ludolf. Oh, jij bent het, Leon. Okay. Nog een mooie toevoeging, hè? Ja, vind ik ook. Een mooie samenkomst. Ja. Oké, nou, dit
wil er, nou, ik zie een heel aantal keren het woord data binnenkomen. Dat is natuurlijk ook wel de essentie. Data is gewoon dan een extra stuurmechanisme. Dus het eiken van theoretische modellen, ondersteuning van de inspecteur, dat spreekt mij ook heel erg aan. Hè. Dat kwam ook uit die woordcloud, dat en de pijlbuizen en de inspecteur, dat juist de samenhang gaat. En eigenlijk ook wat net Leen ook zei, maar wat ook uit de keizers van Tom en Wouter komt, dat je eigenlijk gewoon van tevoren aan de gang moet gaan. Nou, ik zie ook dat er een aantal mensen houden van bordspelen, dus dat is, ben ik ook altijd blij om. Dat vind ik zelf ook altijd leuk, al wel dat ik meer iets voor de kerstvakantie vind. Maar dus dat, nou ja, ik denk dat jullie ons ontzettend geholpen hebben. Ik wil jullie attenderen op dat wij een volgende workshop hebben. En volgens mij is die 21 januari, als ik hem uit mijn hoofd heb. Dat klopt toch, Wouter? Ja, 21 of 20. Dat moet, ik ga dat nu direct even checken. 21 januari klopt inderdaad. Ja, ja. 21, ja. En kan je al een tipje van de sluier oplichten? Jazeker. Ik denk dat Jasper dat het beste kan. Want het gaat over iets met binnen en buiten. Ja, dat klopt. Anke van Heuvel van Rijkswaterstaat zal dan ons Jasper meenemen inderdaad in binnenbeeld en buitenbeeld. En hoe dijkmonitoring daarbij bij kan helpen. Ja, dus de essentie is daarvan is dat de buitenbeeld is dan hoe is de dijk erbij ligt. En hoe kijken we naar die dijk en vooral hoe kijkt de inspecteur ernaar. En het binnenbeeld is hoe gaat de organisatie met die gegevens om. Dus dan is het niet alleen de monitor op zich. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik zou jullie heel graag visueel gewoon even zo'n beweging willen doen. Want de sprekers en inleiders hebben vannacht niet geslapen, vanochtend niet ontbeten vanwege de zenuwen en kramp in hun buik. Hè. Dat is toch altijd wel weer het geheel. En ja, dank. En ik wil jullie gewoon even meenemen. Gewoon om jullie in de goede moed te krijgen. Voor we gaan de feestdagen tegemoet. En wat hoort bij feestdagen, hoort lekker uit te eten en andere dingen. Nou, dat gaan we niet doen. Oké.
Ik wens jullie allemaal ontzettende namens het hele netwerk Dijkmonitoring en PIW en waar we het gezamenlijk doen. Wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen. Fijn dat jullie er allemaal zo bij waren. Fijn op jullie enthousiaste reacties. En ik hoop jullie allemaal gewoon in januari te zien. 21 januari. Het gaat jullie goed. En wees voorzichtig. Okido. Dankjewel. Dankjewel.